Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van een C-klasse met command systeem. Wij gaan vandaag de linguatronic, beter gezegd de spraakgestuurdheid, gaan wij doornemen. Wij laten het systeem opstarten en dan gaan we per menu gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn van de spraakgestuurdheid. Met de spraakgestuurdheid kunnen we verschillende features van de auto kunnen wij via de spraak bedienen. Hiervoor is dus geen handeling nodig binnen het systeem. Als eerste zien wij de navigatie. Op de rechterkant van het stuur ziet u een icoontje staan met de spraakgestuurdheid. Wanneer deze naar boven wordt gezet in het menu, wordt deze geactiveerd. Er opent zich dan een keuzemenu. Dit keuzemenu kunt u doorscrollen. Al deze zinnen die u hier ziet staan, kunt u tegen de auto commanderen. Dus dit kunt u letterlijk tegen de auto zeggen. Functie niet beschikt afbreken. Per functie, per feature van de auto is dit verschillend. Staat u bijvoorbeeld op navigatie, krijgt u navigatiemogelijkheden. Staat u bijvoorbeeld op radio, krijgt u daarin radiomogelijkheden te zien. Bijvoorbeeld zender kiezen, volgende zender, etc. Er opent zich dan hetzelfde menu met verschillende commando's. Afbreken. Wanneer wij verder het menu ingaan, is dat ook mogelijk voor media, telefoon, maar ook eventueel voor voertuig en systeem. Wanneer wij hier op voertuig staan en de knop activeren, krijgen wij hier het menu met eventueel features van de auto. Zoals stoelverwarming, ontwasemen, voertuiggegevens of zelfs het sfeerverlichtingmenu. Deze functies kunnen wij letterlijk tegen de auto zeggen en de auto zal ze dan hierin overnemen. Afbreken. Hetzelfde geldt voor systeem. Activeren wij de knop. En hier komen ook weer dezelfde features te staan als die wij net zagen bij voertuig. Wat zegt u? Afbreken. Mocht de auto het niet hebben verstaan, zal zij proberen het commando door u te herhalen. En anders neemt zij het commando over.